Hey, super dat je er bent, dat je kijkt en dat je luistert. We zijn in gesprek samen met Joyce, met Peter en Ilona Power, oprichter van de Doorbrekers. En we hebben een super mooi gesprek over zorgen maken. En natuurlijk zijn we heel vrijmoedig als het aankomt op de evangelie. Jezus houdt van je, hij heeft je zonde vergeven, hij wil je ziekte genezen. Het is fantastisch om God te leren kennen. En zijn verlangen naar het koninkrijk waarin eigenlijk alle pijn weg is, elke traan van ieder gezicht is afgewist. En tegelijkertijd leven we in een wereld waarin gewoon pijn en moeite is. En soms ook ziekte, strijd en dood. En hoe ga je daar dan mee om? Als je aan de ene kant in zo'n mooi koninkrijk gelooft en tegelijkertijd soms zo worstelt met de realiteit van het leven. Waar ik persoonlijk altijd heel erg door geraakt word, is mensen die vooraan staan en leiders zijn. En dat zijn jullie. En ook wij en anderen. Die niet alleen maar de mooie verhalen vertellen, maar ook eerlijk en kwetsbaar kunnen zijn. Van ja, wat als het tegen zit? Wat als het lastig is? Peter, jij bent heel ziek geweest en geworden. Ja. Ook heel heftig, dat je gewoon niet wist wat het was. Ga ik even aan Ilona vragen. De allereerste keer dat dat gebeurde, wat gebeurde er precies met Peter? En wat gebeurde er toen met jou? Want neem ons eens mee naar dat moment. Naar dat moment. Ik weet het nog heel goed. Eigenlijk was daarvoor was er al iets aan de gang. Laat ik zo zeggen dat God mij... Sommige dingen maakt God als een profeet bekend. En ik voelde heel sterk van wat God tegen me zei van, Ilona, bereid je voor op dat je gewoon het op moet pakken en dat je moet spreken achter elkaar. En dat was eigenlijk heel apart. Uiteindelijk, ik heb wel veel gesproken in die tijd dat hij ziek werd. Maar ik dacht, ik heb het ook gelijk gezegd tegen Peter van, ik weet niet wat er gaat komen, maar ik heb het gevoel dat er wat gaat komen. Toen het gebeurde, toen wist ik gewoon van, oké. Ik moet misschien iets gelijk op gaan pakken. En iedere keer, ik kreeg een telefoontje in, ik was naar Engeland op dat moment. En ik zag iedere keer op mijn telefoon dat Peter in mij heel veel gebeld had. En ik was eigenlijk nog maar net gearriveerd. Toen dacht ik van, het is er aan de hand. Wist hij me nu al? maar het was een beetje heel veel. Dus ik dacht, dat klopt iets niet. En toen bleek dat hij een aanval had gehad, van een Meniere aanval. En dat wist ik pas achteraf, heb ik dat begrepen. Maar hij was echt wel heel erg ziek. En wat een Meniere-aanval, wat is dat precies? Wat gebeurt er dan? Ja, op dat moment, hij kreeg het zijn draaiduizelingen. Ja. Als wel in een op zo'n rat sta je dan. Dan ga je helemaal zo, trek je echt naar beneden. Mm. Hij gaf echt over en hij helemaal misselijk. En hij is gewoon echt nog oud. Gewoon oud op de grond. Ja, compleet op de grond. Emmer erbij, zak erbij. En ik moet hem gewoon open laten liggen dan. Ja. Ja, op dat moment was ik weg. Ik zeg, moet ik terugkomen? Hij zei, nee, je mag blijven. En hij heeft die zondag daarna ook gewoon gesproken. Maar daarna kwam het al regelmatig terug. Dus, hoe lang duurt zo'n aanval? Ja, dat kan lang duren. Het kan 4 tot 12 uur duren. Zo. Ja, het gebeurt ook soms midden in de nacht. Dan denk je van, ja, midden in de nacht gebeurt het. En dan de emmers klaar en... hem helpen, dat ik zo zeggen. Ja, tenminste, op het algemeen laat je hem liggen, want je kan weinig aan doen. Ja. Zodra hij hem pakt of draait of wat dan ook. Hoe vaak was dat in die video? In het begin was het, in het begin was het wel om de week. En best wel regelmatig. Ja. En dan, wat gebeurde er dan met je geloofsleven aan de binnenkant? Denk je dan, Heer, help, hoe kan dit nou? Want dit hadden we toch niet afgesproken? Of denk je dan van, nou, dit is strijd? Of hoe kijk je daar? Ik zie aan de ene kant dat het strijd is, maar aan de andere kant van... Je focus niet op dat liggen, weet je wel. Ik heb het heel sterk van, ik wist gewoon van, oké, hier gaat u ons ook hier doorheen helpen. Mm. En ik weet gewoon van, God heeft nog zoveel beloftes en gegeven. Dit is niet het einde. Dat absoluut voel je gelijk. Dat weet ik gewoon, weet je wel. Ja. Van, het is een proces waar je doorheen gaat. Ja. Het is absoluut niet het einde. Nee. Helemaal niet, want het kan niet waar zijn. God heeft nog zoveel dingen beloofd. Ja. Ik kan niet geloven dat het nu over is. Nee. Het is gewoon een proces waar je doorheen gaat. En ik denk van, ieder vuur of ieder proces waar je doorheen gaat, ziekte, zorg, wat het ook mag zijn. Weet je wel, dan leidt God je door. Ja. Als je je focus houdt op Jezus alleen. Ja. Ook als je het deelt, ik vind je echt super sterk. Dat ik denk, wauw, weet je. En zoals jij, Peter, zit ernaast gewoon ook een beetje te glimlachen. Zo van, kijk, de eerste keer was toen dat me overkwam. Dat kwam natuurlijk, in Londen was naar Engeland, ik was alleen thuis. Ik lag op mijn bureau te werken. En ik was eigenlijk, ik was aan een preek aan het maken en ik dacht dat ik had ook een openbaring over iets.
En terwijl ik dat had, dacht ik, wauw, weet je wel. En tegelijkertijd begon die wereld te draaien om me heen. Ik dacht, is het de Heilige Geest? Ik dacht, maar ik dacht van, dit is gewoon een demonische aanval. Oké. En ik dacht, maar weet je wat, ik sta op en ik loop naar de keuken, ik haal een bak koffie en dan schud ik het van me af. En ik loop naar de keuken dus en ik val dus echt halverwege om. Hmm. Ik kan niet meer lopen en het voelde alsof ik in de aarde werd gezogen. Dus ik kende het niet. Ik had er nooit van gehoord. Dus de eerste 5 minuten dacht ik dat ik dood ging. Ja. Na 5 minuten kom je erachter dat je leeft en blijft leven. Maar dat die wereld, die spinde, draaide alsof gek om me heen. Dus ik probeerde mijn ogen dicht te houden. Maar dat hielp niet. Nee. Het was 9:30. En ik heb daar, gelegen tot aan de middag. Ik kwam niet in staat om te bewegen, mijn telefoon nog op mijn bureau. Niemand kon mij helpen. Was overgeven en ik kon niks. Ik ben op een gegeven moment, in het begin van de middag, na uren, was ik in staat om op handen en voeten naar mijn kantoor te kruipen. Mijn telefoon van mijn bureau af te pakken en die loner te bellen. En zeg ik van, hé schat, het gaat niet goed. Hmm. En het was echt zoiets van, weet je, ik moet haar bellen, want er moet een ambulance komen. En er zit zo fundamenteel mis met mij. Ja. Ja, dit moet ze weten voordat ik naar het ziekenhuis ga. Ja. Nou, en uiteindelijk reageerde ik best wel heel rustig op. Tot naar huis komen, ik zei, nee, dat hoeft ook niet. Je kunt hier geen verschil maken, nu. Ja. Dus zij was een conferentie, belangrijk voor ons. Goede input, dus blijf daar. Ja. Je kunt nu geen verschil maken. Nee, het maakt nu niet heel veel uit als je nu hier bent of daar bent. Nee. Maar goed, dit was de eerste keer. Het is daarna best wel frequent geweest. Ja. Het is vaker teruggekomen op reis, op het strand. De meest onmogelijke momenten dat jullie midden COVID season iedereen je aankijkt van ben je niet hartstikke ziek. Ja. En dan kijk je die eerste keer misschien wel goed om te zeggen, dat was toen begon het 2 jaar geleden. Ja. En wij stonden in geloof, dus we bleven doen wat we deden. Dus we reisden, spraken over de hele wereld. Je maakt een keus om te zeggen, ik ga toch door. Ja. Ik niet op. Ja. Ik zat op een vliegtuig en ik duik het woord in. Dat laat me niet belangrijk. Hey, wat zegt hij hierover, deze situatie specifiek? Ja, ik ben mijn genezen, wat zegt hij erover? Ervaar dat God op me sprak, heel duidelijk. Het is een seizoen, het gaat voorbij. Maar als God dat zegt, het is een seizoen, het gaat voorbij, dan weet je gelijk, dus goed nieuws en slecht nieuws. Het duurt nog even, maar het gaat voorbij. Het gaat voorbij, maar het duurt nog even. Ja. Ja. En dan weet je ook dat het dieptepunt nog moet komen. Ja. En dat was voor mij eigenlijk op dat moment, 2-3 weken later in Manila. Ik zou 4 keer spreken die ochtend. En 4 minuten voor de dienst. Ik zit op een stoel, zoals hier met elkaar aan tafel zitten te praten. En ja, ik val van mijn stoel af. En ik lig heel de ogen plat. En ik was gescannerd om te spreken. 4 keer? Dus 4 keer. Dus zij had nooit in Engels gesproken. Oh, geweldig. Zo moest het. Het was haar beurt. Over uitdaging wordt gesproken. Ja, inderdaad. Ja. Maar het was heel bijzonder eigenlijk. Dan zie je dat God er ook in meekomt. Dus ik moest onverwachts verschijnen. Ja. Unexpected. Gewoon gaan. Ja. En heb ik gedaan. Ja. Mooi. En de is... dat je daarna gaat vasthouden aan het woord wat God gesproken heeft. En dan zie je genezing komen. Het verdwijnt, het is verdwenen, het is 2 jaar weg. Mm. En dan na 2 jaar, wat is afgelopen zomer, komt er in 1 keer alle onverwachtheid heftiger terug dan ooit. Mm. En dan zeg maar de teleurstelling, want ik dacht dat ik God me genezen had, heeft hij ook. Yeah. Maar de symptomen zijn terug. Ja. En dat die hele oorlog weer van vooraf aan begint. En waar het in het begin 1 keer in de week was, 1 keer in de 2 weken, ging dit naar gewoon iedere 2 dagen, gebeurde het gewoon. En we waren in Portugal op vakantie en we zitten op het strand. En ik zeg tegen Ilona, het gaat niet goed. Nee. En dan lig je daar op het strand en niet weten hoeveel uren het duurt. En dan heb je gewoon mensen nodig, andere mensen die het strand aftillen. Ja. En vervolgens blijft het maar weken achter elkaar 2 keer, 3 per week terugkomen, waardoor je totaal knock-out ligt. Kijk, en dan wordt natuurlijk je geloof. Het is een seizoen. Ja, gigantisch. En de vraag van, wordt het ooit weer normaal? Ja. Kan het nog normaal worden? Ja. De dokter heeft geen oplossingen. Dus dan kunnen er heel veel vragen. En dan ben ik wel heel dankbaar dat God er is. Ja. En dat je weet wie boven alle dingen staat. Ja. En we hadden in onze vorige sessie een keer over delegeren van zorgen.
Ja. Nou, dit is dan zo'n ding, dit kun je niet zelf oplossen. Nee. He, dus je moet het delegeren aan God. En ben je nooit geneigd dan om in zo'n proces ook vragen aan jezelf te stellen? Van, hey, hoe is dit gekomen? Heb ik iets gedaan wat ik niet goed gezien heb? Want dat is heel mens eigen. Dat is iets wat ik echt heel makkelijk had gedaan. Dat ja. Ik zeg van, nou, weet je wel, lieverd, ik weet niet wat dit is. Maar misschien heb ik ergens nog een deurtje opengezet. Het is zo makkelijk om daarin te vallen. Er zijn twee kanten aan. De ene kant is natuurlijk de technische vraag van, heb ik te hard gewerkt? Heb ik iets verkeerds gegeten? Heb ik een ongezonde levensstijl? Maar al die dingen, dat heb ik niet. En natuurlijk, die andere vraag, die denk ik niet, die wordt in je hoofd geworpen. Dat is het. Ben jij niet zondig geweest? Ja. Ja. Wat heb jij in het verre verleden verkeerd gedaan? Ja. Is niet God die jou straft? Ja. En dat zijn natuurlijk stemmen uit de duisternis die jou klein willen houden. Mm. Het is al erg genoeg, maar daarna kan die storm ontstaan. Die, eigenlijk die geestelijke oorlogsvoering, eigenlijk die dan weer probeert te peuteren aan je identiteit. Ja. Dat geeft alleen maar aan hoe gemeen de vorst van de duisternis is. Ja. He, dat waar je lichamelijk op de grond ligt en totaal verslagen bent, dat je dan een keer begint te aan te vallen in je mind. Maar laten we dan stellen, hè, dat waar mensen nu dus ook doorheen gaan, want hè, voor jou is het dit geweest, maar iemand anders kan te midden van kankerbehandeling zijn, of suikerziekte, of misschien ook mentaal ongezondheid, dat het niet zozeer de vraag is van, waar ben je misgegaan? Nee. Maar veel meer is, hey, kun je in dit proces ook je oog op Jezus houden? Ja. Dat als je niets niet kan overzien waar het heen gaat. En ik vind dat echt, dat raakt me ook. Jullie zitten hier als twee hele sterke mensen, heel vastberaden. Ja, en God is goed. Ja. Punt. Ja. En hij blijft goed. En hij blijft goed. En hij trekt me er doorheen. Punt. Ja. En als hij me er niet doorheen trekt, ook goed. Dat is er ook bij. Ja. Want God is goed. Omdat God is groter dan ons leven hier. Ja. Want ja. Dat is uiteindelijk waar we om preken, waar we voor staan. Precies. En zeggen hoe dat het is. Ja. Weet je wat mij heel erg irriteert vaak? Dat mensen een beetje van, ja, ik ben boos op God, want hij doet mij dit aan. Oh, ja. En dat is iets wat gewoon, ik denk van, weet je, God is zo ontzettend goed. Hoe kunnen we ooit denken dat deze duisternis die God, of die duisternis gebruikt, weet je wel, die zorgen en wat die ziekte en alles wat hij gebruikt. Hoe kunnen we dat ooit zeggen, of die COVID, dat het aan God ligt? Ja. Dat vind ik altijd heel moeilijk, want dan denk ik van, weet je, in deze situatie juist, het is maar één weg. We kunnen alleen ons focussen op Jezus. Ja. Dat is de weg. Ja. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Ja. En hij geeft ons dat leven ook. En hij geeft ons dat overwinnende leven ook. We kunnen alleen maar ons focussen op Jezus alleen. En de waarheid dus ook vasthouden. Omdat ik echt merk van, hè, op het moment inderdaad zoiets gebeurt of iets anders of in ons eigen leven. Ja. Dat één situatie kan je hele fundament aan het schudden maken. Hè? Dat één situatie, iets kleins, kan ervoor zorgen. Of iets groots. Ja, maar het betreft altijd maar een bepaald oppervlakte. Maar op dat gebied zal het altijd proberen om een veel groter gebied in te nemen. Om je stoelpoten, als het ware, onder je stoel vandaan te zagen. En ik denk dat heel belangrijk is op het moment dat je dus in een moeilijke situatie zit. Van, hey, wat probeert het nog meer allemaal te roven? Want uiteindelijk zak je gewoon weg en kom je in een leugen van iets terecht. Ja. Wat veel groter is dan alleen maar dat stukje waar het over gaat. Ja. Ja, die vragende factor van de vijand. Heeft God niet gezegd dat? Ja. He, ja. In de tuin. Ja. In twijfel trekken. Maar dat deed hij zelfs bij Jezus. Hè? Ja. Als je altijd dan werkelijk Gods zoon bent. Nou, weet je wel. Vanaf, dat je denkt, als je het lef hebt om de Zoon van God op die manier weet je, in twijfel te trekken. Denk je dan dat hij ons zal besparen? Ja. Nee. Die vraag die komt 24/7. Ja. En daar moet je natuurlijk op de een of andere manier weerbaar tegen worden. Maar het is ook heel goed om je te realiseren dat daar dus continu ook die strijd omheen is. Het is de strijd van geloof, hè? Ja. Dit is een geloofstrijd. Kijk, in heel gevallen, in heel veel mensen die beginnen soms iets met de strijd van geloof. Ben ik wel gered, ben ik niet gered? Ja. Houdt God wel van mij, houdt God niet van mij? En dat kan al een hele strijd zijn. Maar als ze überhaupt op het punt komen dat ze dus zeggen, ik ben een kind van God, ik heb het eeuwige leven, ik ga naar de hemel. Ja. Die strijd gewonnen. Ja. En hebben ze geleerd om het woord te gebruiken, om zeker te zijn van het feit dat ze gered zijn. Mm. Ja, geloofstijd kan ook op het gebied van ziekte komen, op het gebied van financiën komen, op het gebied van relatie komen. Die kan op allerlei terreinen komen. En ik heb het pas vergeleken, maar kijk, geloof heb je pas nodig als het een probleem is. Ja. En het is net als wanneer je een paraplu hebt die je lang niet gebruikt hebt en het gaat onverwachts regenen. Hoe gaat die paraplu ook weer open? Het is zo'n uitvoerparaplu. Dan krijg je hem half open, dan krijg je hem helemaal open. Dan heb je hem uiteindelijk open, dan komt de wind eronder en dan gaat die bol staan. Hoe krijg je het dan weer goed terug? Ja.
En ja. uiteindelijk, na een hele strijd, ben je pas in staat om je paraplu echt te gebruiken om je te beschermen tegen de regen. Ja. En zo is het ook met ons geloof. Weet je, we hebben ons geloof voor, ja, we geloven, door zijn striemen ben ik genezen, we geloven, we zijn een nieuwe schepping, totdat we ziek worden. Ja. God voorziet, totdat we geen werk hebben. En dan moeten we in één keer ons geloof gaan gebruiken, want dan worden we gelijk aangevallen. Ja. Zoals Jezus werd aangevallen. Ja. Ja. En dan moeten we ons geloof gaan gebruiken. Ik merk, maar dat is persoonlijk, hè, dat ik vind het makkelijker om voor materie te geloven als voor bovennatuurlijke dingen. Omdat het principe is hetzelfde, maar geld is al in de wereld. Het staat alleen nog op een andere bankrekening, waar wij van spreken. En als je geloof in werking zet, kan het zijn richting vinden naar jou. Maar het bovennatuurlijke, de interventie dus van God, dat God dus een vinger legt op je, dat je ziekte daardoor genezen is, of dat je dat ontvangen kan, dat lijkt op de een of andere, dat vind ik altijd gewoon wat spannender. Mm-hmm. Omdat het ook iets persoonlijks is. En daar ook dan weer die identiteitsvraag onder ligt. Van hé, als u mij nu nog niet hebt genezen, houdt u dan wel van mij? Het zijn dan die strijdpunten die dat moeilijker maken. Ja. Ook spullen zijn maar spullen, ja. maar gezondheid zegt ook iets over wie je bent als persoon. Ja. Ja. Maar kijk, als je naar de Hebreeënbrief gaat, hè, dan zie je natuurlijk steeds staan, geloof is de zekerheid van de dingen die we niet zien. Ja. Ja? En dan kom je bij Abraham, en van Abraham staat dat hij op hoop tegen hoop geloofd heeft. Ja? Dus het verschil tussen hopen en geloven. Absoluut, ja. Ja, Abraham hoopte eerst dat het Eliezer zijn knecht was. En God zegt, nee, weg hoop van Abraham. Toen zei Abraham tegen God, maar wat van Ismaël? Zo'n hoop op Ismaël. Nee, zei God. Weg. Toen werd de zoon van de belofte geboren, Isaac. En Abraham dacht, nu heb ik het. En toen moest hij op dat moment moest hij Isaac van God offeren. Ja. Ja? Eigenlijk is zijn hoop, moest hij offeren. Opgeven. En dan zie je dus dat Abraham wordt beloond omdat hij God geloofd heeft dat linksom of rechtsom God die belofte toch zou vervullen. Mm. Ja, dat God goed is. Ja. En kijk, als je erover nadenkt, kan. Eigenlijk, Abraham wist niet zo heel veel van alle Nieuwe Testamentse dingen zoals wij dat weten. Abraham wist niet van een Jezus die gekruisigd, gestorven, opgestaan in de rechterhand in de hemel zit. Abraham wist maar één ding. Er is God en hij is goed en ik vertrouw hem. Ja. En dat geloof dat God goed is, altijd goed is, dat God doet wat hij zegt, dat rechtvaardigde Abraham. Ja. En ik geloof, dat is ook precies het geloof waar Paulus het over heeft. Ik heb strijd gehad, ik heb de race gerend. Maar ik heb het geloof. Ja. Ik heb het geloof. Het geloof. Wat is het geloof? God is goed, genadig, vriendelijk, geduldig. Ja. Dat heb ik behouden. Ja. En als je het zo bekijkt, dan is dat eigenlijk ook nog een wonderelement. Misschien nog wel een groter wonder dan dat je genezen kan worden van iets fysiek, zeg maar. Dat is natuurlijk wat wij zien, wat wij ervaren. Ja. Maar als je niet alles verliest aan de aanleiding van iets wat vervelend is gegaan in je leven, dan is dat ook een wonder, want is iets in stand gebleven. Dat is uiteindelijk dan je geloof, wat je vast kan houden. Ja. Absoluut. Maar de Bijbel zegt, hè, God zal alle dingen medewerken ten goede. Mm. Weet je, waar we ook doorheen gaan, God zal dat ten goede. Je kan er, weet je, waar je door zelf doorheen gaat, kun je andere mensen weer mee helpen. Ja. En dan dien je anderen weer mee. Ja. Het is niet fijn om er doorheen te gaan, maar je weet wel van, als je het geloof hebt behouden, je focust op Jezus, dan kun je andere mensen mee helpen. Ja. Dus niets is voor niets. Ja. En daarbij natuurlijk nog een keer, alles gebruikt God ten goede. En daarbij, hij zal je nooit boven je vermogen bezoeken. Ja, ook laat toestaan dat je verzocht wordt. Ja. Dus wat de duivel probeert, God weet dat wat op je pad ligt, dat je dat aan kunt. Ja. En als je er zo naar kijkt, hè, zo heb ik ook naar mijn ziekte gekeken, is de eerste vraag van, wat leer ik hiervan? Ja. En hoe kan ik dit, hè, wat nu ten kwade tegen mij bedoeld wordt, ten goede gebruiken om andere mensen daarmee te zegenen? En want God die heeft niet die ziekte op mij gelegd, dat doet de vorst van de duisternis. Maar God heeft ook gezegd van, wat op zijn pad komt, kan die aan. Hm. Hij kan met mij omgaan. Ja. Dus ik weet gewoon, God laat iets toe waar ik mee kan dealen. Ja. En vervolgens is de vraag, oké, wat wilt u dan nu dat ik hiervan leer, opsteek, groei, groter word, sterker word, zodat ik klaar ben voor het volgende stapje wat u voor mij heeft. Ja. Ja, prachtig. En is het dan in dat proces, hè, als er dan hulpmiddelen zijn, dat je geholpen kan worden bij de dokter of aan de medicijnen kan, dan zou je dat wel ook gewoon ontvangen om te zeggen, absoluut. Kom op, beter absoluut. Worden. Absoluut. Ja, toch? Kijk, en nu geloof ik aan een operatie, hè, die helemaal nieuw is in de wereld, hè, die mij van mijn aanvallen zou kunnen afhelpen. En voor mij is het niet zo dat ik zeg van, goh, ik ben genezen als ik deze operatie heb gehad. Nee, ik zeg van, ik ben genezen
omdat Jezus voor mij gestreamd is en ik met hem ben opgestaan als een nieuwe schepping. En de eventuele operatie is daar een onderdeel van, wat naar me toe komt, in de voorziening van God, in de voorziening van wat Jezus voor geleden heeft, is er nu wijsheid en kennis in de medische wereld door God gegeven, die mij kan helpen. Maar er was eerst niks, maar ik heb wel geloofd dat er een oplossing komt. Dus God gebruikte het uiteindelijk. Ik vind het prachtig en ook heel mooi om mee af te sluiten, omdat voor mensen kunnen die twee werelden soms heel als tegenstrijdig zien. Ja, is het of God of is het de dokter? Mm, ja. Jezus en de dokter gaan door dezelfde deur, ze willen je alle twee beter maken. Ja. En je kan het ook vanuit zijn hand ontvangen en zeggen, dank u Heer dat u hier een oplossing in geeft, dat u mensen op mijn pad brengt die mij hier doorheen helpen en strijden. En dat is misschien ook precies jouw situatie. Mag ik vragen, Ilona, er zijn heel veel mensen aan het kijken en luisteren, zou jij een gebed willen bidden voor mensen waar ze doorheen gaan? Je mag die camera gebruiken in een journey. Ja, Vader, dank u wel. Ik wil alle mensen bij u brengen die door dezelfde situatie heen gaan. Vader, ik bid dat ze het geloof behouden. Ja. En ik bid kracht over je uit. Ik bid wijsheid van God over je uit. Vader, dank u wel dat u omziet naar deze mensen. Vader, hou ze vast met uw liefde, met uw genade, met wie u bent. Dank u wel, Vader. Dank u wel. Amen. Amen. Daarmee sluiten we af. Bedankt. Tot de volgende keer. In gesprek maken.